AK-strijders, mijn naam is Wildebras en ik neem jullie mee op pad in een stad waar ik geboren en getogen ben, Rotterdam. Je zou kunnen denken dat er weinig dieren zijn in zo'n drukke stad, maar ik ga je tegendeel bewijzen, man. Onze stad is een echte jungle. Je moet gewoon goed kijken. Ik ga jullie hierbij helpen. Stevige schoenen aan en hoedje op, want het wordt een gruwelijk avontuur, man. AK-strijders, welkom bij Expeditie 010. Vandaag gaan we het hebben over de schapen die hier achter mij zijn. Waarom schapen? Kijk, oh, misschien zit jij in de waggie, je bent aan het rijden en je denkt van hé, wat doen die schapen langs de snelweg? Hoe komen ze daar? Ik ga jullie vandaag daar allemaal antwoord op geven, man, strijders. Let's go! Ja, strijder, soms heb je een beetje jeuk. Ga je zo'n beetje krap bij je rug, kan je er niet bij. Deze schapen hebben daarvoor een boom, begrijp je? Oh, deze ding heeft stroom, ik was het bijna vergeten. Beetje afstand, oude man. Ik sta hier in Terbregge samen met Joyce, onze stadsherder. En mijn vraag is eigenlijk, wat doen die schapen eigenlijk altijd langs de kant van de weg? Ja, wat doen ze hier eigenlijk? Nou, de schapen staan hier eigenlijk om het, gewoon het gras kort te houden en voor de spreiding van de biodiversiteit. Oké, dat is wel echt mooi voor de stad sowieso. Maar ja, je doet het werk natuurlijk. Ik zie heel veel schapen. Hoeveel schapen heb jij? Er staan hier 270. 270. En je hebt er ook echt 270? Nou, in totaal hebben we ongeveer 1000 schapen staan. Wauw. Rondom Rotterdam. En dan moet je dus elke dag ervoor zorgen dat ze hier gewoon blijven staan of dat ze ergens anders naartoe gaan? Nou, we gaan elke dag naar een nieuw plekje toe. Dus we gaan eigenlijk van A naar B. Dus we hebben heel de dijk hier nu verderop gehad. En dan morgen gaan ze een stukje verder en dan staan we echt langs de snelweg. Dus jij brengt ze elke keer naar een andere plek? Ja, dus mijn dag begint eigenlijk dat ik het stuk waar ze gaan staan ga ik maaien. Dus waar de netten komen staan, zet ik de netten neer, verplaats ik de schapen samen met mijn twee border collies en dan ruim ik de netten waar ze stonden weer op. Ja, en je zegt border collies, wat is dat voor de kijker thuis? Ja, dat is een ras die speciaal gefokt is voor het schapendrijven. Het zijn mooie kleine hondjes en die zijn er gewoon gefokt voor om de schapen te drijven en te hoeden. Prachtig, man. Maar ik hoor ook zeg maar dat je als je je stem gebruikt, dat ze je eigenlijk ook al kunnen volgen zonder dat je honden nodig hebt. Ja. Is dat zo? Ja, een schaap kan sowieso 50 gezichten herkennen voor 200 dagen lang. Nou, ik ben elke dag bij mijn schapen, dus dat scheelt natuurlijk heel erg. En we hebben gewoon bepaalde roepen om ze te roepen om naar ons toe te komen. Oké, kunnen we dat even doen? Ja hoor. Wauw, dus ze volgen je gewoon echt. Ja, klopt. Ik weet het wel, maar ik besef het gewoon niet hoe mooi dit eigenlijk is. Maar even dan de vraag, hè, want kijk, ze doen dit natuurlijk niet zomaar. Je gaat ergens naartoe. En wat is er dan zo belangrijk dat ze naar een andere plek gaan? Ja, we staan hier eigenlijk omdat de schapen nemen zaadjes mee in de mol. Ja. En de schapen laten het ook weer vallen. Nou, ik sta met 270 schapen, dus de kans is zeer aanwezig dat een ander schaap er overheen loopt. Ja. En een ander schaapje die poept er overheen, dus dat is weer bemest. En zo verplaatst je eigenlijk het plantje weer. En dan krijg je eigenlijk biodiversiteit. Ah, oké. Dat is eigenlijk wel echt interessant. Dus het zijn eigenlijk ecologische grasmeiers, maar ze kunnen ook nog eens ergens gewoon beplanten. Ja, klopt. Ja, gruwelijk, man. Ja, nou, ik heb hier twee honden. Hier zijn ze. Een volwassen hond, getraind en wel, 6 jaar. En haar pup, die is nu 1 jaar. Maar die is nog volledig aan het trainen. Het duurt gewoon 1,5 tot 2 jaar voordat ik met haar individueel kan werken. Maar die wil gaan ook weer mee. Dus deze luistert ietsjes beter? Deze luistert ietsjes beter, oké, ja. Kunnen we er eentje nemen of mogen ze allebei? Ja, kom even. Kijk, strijder. Hey, kom eens. Hey. Dus ze komen oorspronkelijk uit Engeland, hè? Ja, klopt. Dus ik moet gewoon eigenlijk Engels met ze praten? Ja. Lady, you can go right. Kijk hier, strijders. We laten het lukken. Lady, zorg ervoor dat ze gewoon allemaal deze kant komen. Kijk hier. Lady, rechts. Hoppa. Kijk eens! Thanks man, Joyce. Je hebt me echt veel geleerd vandaag, man. Ik ben er echt wijzer door geworden. Ja, geen probleem. Leuk dat je er was. Ja, sowieso. Hey, strijders, ik heb ook voor jullie een eco-hack. Zodat jullie zien dat eigenlijk wij hetzelfde kunnen doen als de schapen, maar dan iets specifieker. Check mee. Kijk eens jongens, dit is dus een boomspiegel. En dit kan je zelf ook helemaal maken. Als je dit gewoon voor je deur hebt staan, kan je gewoon zo zaadjes doen. Hè, die bedek je een beetje. Dit is perfect voor al die bijtjes en zo. En luister eens jongens, dit, als je dit nou maakt, dan ben je nog eens creatief bezig. En dan maak je de stad ook weer mooier. En als je die zaadjes dan hier zo gooit, hè, dan zorg je dat ze gewoon goed bedekt zijn. Want anders pak je die vogeltjes er weer. En dan zorg je ervoor dat je het gewoon goed nat houdt. Als je het dan vochtig houdt, dan gaat het helemaal goed komen. Want al die bijtjes komen hier erop. En zo kunnen ze ook weer goed leven. En dat is gewoon een prima kruisbestuiving, jongens. We zijn weer aangekomen bij de Animal Quiz en ik ga mijn gasten vandaag vragen wat zij afweten van onze mollige matties, de schaap. Let's go! Hoe oud worden schapen gemiddeld? Is dat A, 5 tot 10 jaar? Of is dat B, 15 tot 20 jaar? Of is dat C, 30 tot 32 jaar? Ik ga voor B.
Nee, 15. Dus jij zegt, een schaap wordt 15 tot 20 jaar. Sterk, deze is goed, man. Ja? Ja, man. Zeker? Ja, toch? Deze is goed, deze is goed, deze is goed. Sterk, sterk, stabiel. Hoeveel schapenrassen zijn er wereldwijd? Ja, doei. Is dat A, 2, B, 7 of C, 970? Nee, maar je hebt zeg maar, je hebt bergschapen, je hebt weilandschapen, je hebt schapen die zijn doorgefokt om zeg maar, weet ik veel... Jij hebt kennis, man. Jij hoort hier, man. Er zijn meer dingen. Dus 970 klinkt heel, heel ruim, maar like, ik denk toch wel die, want die anderen zijn wel echt heel laag. 970? Ja. Ja, je hebt gelijk, man. Ja, toch? Ja, man. Je bent echt goed bezig, man. Zo. Oké, bro. Welke van de volgende schapen bestaat niet? Is dat A, de bonte schaap, B, de brilschaap of C, waterschaap? Is dat een serieuze vraag? Ja, man, bro. Dat is gewoon de waterschaap, man. Die bestaat niet. Je zegt hem wel, je bent wel zeker van je zaak, hè? 100% zeker. Ik heb het net opgezocht in de encyclopedie. Hij is goed, man, bro. Ja, dan probeer ik jullie uit te leggen, toch? Gruwelijk, gruwelijk, gruwelijk. Wat is de meest voorkomende schaap in Nederland? Is dat A, de Drentse heideschaap? Is dat B, de Tesselaar? Of is dat C, de Friese melkschaap? B, man. B? Ja. Weet je het zeker? Ja. Je hebt gelijk, man, bro. Was de Tesselaar. Ja, zie. Sterk, 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 sterk. Schapen kunnen stemmen herkennen. Is dat waar of niet waar? Waar. Ja, je hebt gelijk, man. Hoe wist je deze? Gokje. Maar ze hebben ook vaak herder. Herder, juist. Ja, man, ze kennen die stem. Gruwelijk, man. Yep, yep. Thanks voor het kijken, masterrijders. Alleen maar love voor jullie. Jullie hebben het gezien. We hebben het gehad over de schapen. Volgende keer als je op de snelweg rijdt, kijk even naar de zijkant. Gooi even een shout-out naar die schapen aan de zijkant, man. Alleen maar love voor deze dieren, man. Tot de volgende strijders.